Ja, we moeten even een spelletje doen. Nu weg. Er is weer een doos. Ja. Oh, wel zo opletten dat. Ah, dat komt wel goed. Dat blijft. We zijn al begonnen. Oh, dit ga je allemaal al gebruiken. Ja. Ik dacht dat je op. Oh. Nou, top. Zien jullie ook dat de liefde is in de lucht? Ik had van met kerst. Kerst. Ja, met ja. Kerst had ik van Jamie's moeder had ik een cadeaubon van plantje gevraagd. Want ik had een collega, die hadden we al voor de verjaardag hadden we een plantjespakket gekocht. En dat zag er zo leuk uit dat ik dacht, dat wil ik ook. Het is een kneusjespakket. En dat houdt in de plantjes die over zijn gebleven in de winkel en blijven liggen. Die worden in een doos gestopt en opgestuurd. En je weet niet wat erin zit. Dus daarom ook de unboxing. Anders is het een beetje raar om te unboxen misschien. We gaan het openen en kijken wat voor plantjes erin zitten. Heb je een plant waar je op hoopt? Zitten ook die plantjes erin die op hun website staan? Of zijn dat kan, planten? Kan. Want dan zou het wel grappig zijn als we die roze flamingo plant erin. Ja, dat zit. Denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Maar ik verwacht misschien iets van een bananenplant. Ja, dat hoop ik wel. En misschien ook die koffieplant. We gaan hem openen. En dan gewoon plant voor plant eruit halen. En waarom ik dit doe op YouTube? Ik zag heel veel andere mensen het ook doen. Dat vind ik, die kan ik ook. Moet je een schaar pakken? Nee, bruut geweld. Zit de doos even hieronder. Woep. Ik hoop dat de audio een beetje te horen was. Oh, het is een heel ander pakket dan die op werk voor. Ja? Ja. We gaan eerst naar deze kleine, want deze kleine rakker is al gevallen. Oh. Een vetplantje? Ja. En die heeft denk ik zometeen wel een beetje water nodig. En schoonmaakbord. Hij heeft ook een hap er al uit. Oh. Hangt er een beetje bij. Het is een beetje een zielig plantje, maar dat is dus ook het... Kneusje. Goed zo. Dus ja, waarom ik dit ook überhaupt heb gekocht. Ik heb net een huis gekocht en ik heb nog geen planten hier. Ja, tenminste twee. Gerrit. Oh, wacht, die kan ik wel erbij pakken. Een plantje. Gerrit, jongen. Vergeet plantje. Ja, nee, die komt ook. De grote trots van de fan. Staat er trouwens ook ergens... Dit is Gerrit. En plantje. Zijn mijn eerste kindjes. De voorlopig mijn laatste. Nou, tenminste, nu heel veel planten erbij. Pak jij er maar één. Uiteindelijk zien ze ons niet meer met al die planten. Nee, dan zal ik eerst deze pakken. Nog een vet plantje. Weet jij wat voor dit is? Nee. Het lijkt net op een soort van boontjes. Durf je er eentje te eten? Nee. Oh. Vind je hem mooi? Ja, hij is wel schattig. Maakt het iets in je los? Dat weet ik niet. Ik denk wel dat deze makkelijker water geven is dan die, want ik geloof dat wij die ook in Amsterdam hebben. En als je dan water op doet, dan loopt het van de blaadjes af op de grond. Oh. Of op de, waar je hem ook zet. En deze heeft kleine gleufjes. Gleufjes. En ik denk dat die dan water naar zich toe. Oh, oh, auw. Prik mezelf. Deze is er al half uit. Oh. Oh. Kom eens hier, jongen. Oké, deze zit er wat minder goed in. Dat is dus ook het risico met zo'n hele grote doos, denk ik. En je weet ook niet wat de post ermee doet. Maar ik zal hem even netjes terug doen. En prikkel aloe vera. Ik denk dat dit inderdaad meer aloe vera is, maar... Hij prikt wel. Misschien is het ook gewoon een... Nee. Ook gewoon een cactus. Mochten jullie trouwens meer over deze plantjes weten... Laat het even weten in de beschrijving. Ja, en hoe je ze moet verzorgen. Ja, anders aan de komende video zijn ze alweer weg. Die collega had wel allemaal... Paspoort erbij. Ja. Nou, deze mag ook weer op tafel. Auw, ja, hij prikt. Oeh, ik zie eentje die we ook nog voor jou thuis te goed hebben. Ja, ik wist niet zeker of dat hem nou was of dat het een ander soort plant. Ja, pak hem maar gelijk. Maar ik denk het inderdaad wel, maar deze is wel heel groot. Een pannenkoekenplant, denk ik.
Ja, ik denk het wel. Hij is wel een stuk, de bladeren zijn een stuk groter dan mijn pannenkoekenplant. Pas meer bij mij. Die staan nog bij mijn moeder. Ik had mijn pannenkoekenplant, dat is een stekje van een vriendinnetje. En die heb ik een paar jaar geleden gekregen voor mijn verjaardag. En die doet het eigenlijk heel goed. En die heeft ook weer eigen stekjes die ik moet gaan doen, maar nog nooit daartoe gekomen. Deze hebben nog geen stekjes, hè? Hier komt er eentje een beetje. Oh. En ik denk dat je hier misschien, dit is een beetje de moederplant wel. En we moeten die één in de gaten houden. Maar een pannenkoekenplantje, die weet ik enigszins wel hoe je die moet verzorgen. Maar ze zijn wel een stuk groter en minder rond. Ik heb eindelijk eentje met een paspoort. Oh. En Hedera. Hedera? Oh, Hedera. Deze ken ik wel. Het is denk ik klim op, of niet? Klim af. Van. Hij heeft wel water nodig. Ja. Hij gaat al een beetje dood. Die gaan wij redden. Ja. Ja, dit is dus ook een beetje het risico van, denk ik, dit pakket. Of misschien stond hij er al een tijdje. Het probleem is wel, ik had de bestelling had ik al geplaatst. En ik had hem voor 2 dagen later. Ik denk niet dat dat moet uitmaken. Ja, maar ik hoop niet dat ze het dan al klaar hebben gezet, soort van, en dan... Dat durf ik niet te zeggen, want... Maar mijn collega, die kreeg sowieso heel veel planten. En die zagen er ook oprecht best wel goed uit nog. 1, 2, 3, 4, 5. Al 5 plantjes. Nog veel te gaan. Jij mag de volgende pakken. Welke wil jij laten zien? Ik zie 1 plantje sowieso die echt van jou is. Ja, hè? Maar die staat nog een beetje verstopt. Ja, die laat ik wel staan voor jou. En ik wil geen bloemetjes kapotten. Ben je met het paspoort? Ja! Dracaena. Dracaena. Wie kent hem niet? Oh, dus een tweelingbloem. Hey! Ja, ik dacht al. Ziet er bekend uit. Alleen... Dit is meer blad. Ja. Ik weet niet waar ze de steel verstopt. Ik denk dat ze deze hebben weggewerkt. Misschien heeft hij het koud en krimpt hij. Dracaena. Een broer van het plantje, denk ik. Ja. Oh, hier. Een Alcocenia. Ook echt allemaal spinnerig. Ik vraag me af waar ze die planten ook vandaan halen. Ja, ik weet of ze hem verzorgen of dat ze het binnenkrijgen en direct weer... De aarde is ook een beetje schimmelig. Ja. We moeten ze in ieder geval allemaal even goed water geven. Ja. Wel een hele leuke roze plantje. Stam. Zo, hoppakee, vlieg over. We moeten straks nog even, ik zet die andere plantjes straks nog even. Nee, dit gaat passen. Ja, dit gaat passen? Nou, dan mag jij weer. Oh. Een hele kleintje. Ja, ik zie wat klavertjes. Die Gaia. Ertussen. Ik denk dat dit gewoon eerder een klavertjesplant is. Mijn moeder heeft een keertje zaadjes gekregen van klavertjes. En dan kreeg je eerst van dit soort bloemetjes. En daarna kreeg je klavertjes. Of dat zat een beetje door elkaar heen. Nou, in ieder geval, er staat be open to deeper wisdom and become aware of the power of thought. And letting go them. Rot to rise gives some else the power exponent. Volgens mij is dit zo'n plantje die je dan aan iemand anders hoort te geven. Ja. Yeah. Ja, waar heb je sokje nou vandaan, hè? Ja. Iemand is het gat kwijt. Dit is wel echt een Jamie plantje, hoor. Hij is wel heel schattig. Met de bloemetjes. Voor mij hebben we nog een broer slash zusje. Ja, Dracaena. Dus ja, die hebben we net al gehad. Dus maar, deze heeft roze aan de zijkant, waar deze meer rood was. Nou. Dus dat is toch anders. Ja, wat lichter van verre familie dan. Of wat jonger nog. Ik zie er nog 2. Ja. Dus welke wil je pakken? Deze en okay. Dan mag jij die. Dit is sowieso, Jamie vindt echt al lichter een diertje op de grond, dan gaat ze het redden op de rug. Dit en is dan, ook een Dracaena. En dan denk je misschien, ja dat is logisch. Nee, maar we hebben het ook echt over een insect. Dus ik weet dat... Eén iemand van ons sowieso heel blij met zo'n pakket wordt. Ja, maar jij ook. Ja. Maar dit is ook een Dracaena. Ik weet niet of het nu klopt. Want dit is... Ja, dit is wel een hele andere. Dit is wel een hele andere. Maar ik denk dat het familie van... De Dracaena is. Een Dracaena. Maar heeft het ook dezelfde code dan? Want die codes kunnen anders zijn, hè? Ja, daar heb ik niet naar gekeken. Ik heb alleen gelezen hoe het was. -61... Nee. Ja, oké, dat is al anders.
Ja. Nou. Mocht iemand ook weten of je een app hebt of zoiets wat gratis is waar je die planten kan inscannen. Graag. Laat het ook weten. En de laatste. Een Dracaena. Maar weer een andere code. Ja. Dus ik denk dat dit dan wel weer, maar dat deze grotere blaadjes heeft ofzo. Ik zou het niet weten. Mocht iemand dit weten, laat het vooral weten. Help ons. Help. Ik denk dat de ene planten bijvoorbeeld met folie, dat dat echt van hun zelf ook eigenlijk is. Mm-hmm. En ik denk dat die andere plantjes er soms ook maar een beetje bij zijn geplopt of zo. Dat ze die nog ergens hebben liggen en er vanaf moeten. Oh, moet ik ook wel zeggen, je vindt dit natuurlijk ook wel heel vaak op deze manier bij de bouwmarkt of de tuincentrum of de supermarkt. Dus het kan ook zomaar zijn dat deze toch daar naartoe hoorden te gaan. Dus er zaten 11 plantjes in. Ja. Hij was 24,95. En nou zullen er denk ik wel een paar mogelijk kunnen sneuvelen. Er zaten wel echt een paar zielige bij. Het is geen sponsoring, maar ik heb toevallig nog een code van 20% liggen. Dus mocht jij die willen hebben, laat het me even weten. Laat het even beneden in de comments weten of stuur even een DM'tje. Wat vind je van het pakket? Ik vind hem wel leuk. Plantjes zijn sowieso leuk. Weer wat meer groen. Ik denk dat ik alleen wat meer diversiteit had verwacht. Ja. Maar ik wist al gewoon, die collega die had ook best wel veel dezelfde. Ja, dat wist ik niet. Maar die had dan wel weer andere soort. Bijvoorbeeld die aloe vera had ze niet, die paarse niet. Bijvoorbeeld als jij hem nu letterlijk vandaag zou bestellen, zou je een hele andere pakket... Ik denk het wel. Ik denk wel dat die Dracula dingetjes heel veel makkelijk. Ik denk dat die ook heel vaak blijven staan, want die staan ook bij de supermarkten. Ja, die blijven vaak ook wel bij de supermarkten staan. Ik denk die pannenkoekplant vind ik wel verbazendwekkend. Dat is echt een verrassingje. Die vind ik leuk. Al moet ik wel zeggen dat die bladeren wat minder rond zijn. Maar ik geloof wel dat het echt een pannenkoekenplantje is. Ja, nou mochten we iets helemaal verkeerd hebben gezegd, laat het zeker weten. Wij gaan in ieder geval goed voor deze plantjes zorgen. Ik heb genoeg ruimte in ieder geval. En in mijn kast zullen ze vast en zeker ook weer terugkomen. Hopelijk tot de volgende video. Wat moeten ze dan doen? Liken en subscriben. En wie weet een update. Ja. Ja. We gaan het meemaken. Mocht je meer van dit soort dingen willen zien, moeten we meer van dit soort pakketten. Zijn er nog meer dingen van kneusjes? Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik ken alleen het kneusjes van planten. Ik zou het ook niet weten. Maar wie weet is er ook wel een kneusjespakket voor iets anders. Ik weet dat de kneusjes service service zou voor deze dame heel erg gewild zijn. Nou, dus die hebben we al. Ja, nummer 2. Kan dat er niet? Wij gaan zorgen voor onze nieuwe kinderen en kleinkinderen hopelijk ooit. En dan zeggen we nog één ding en dat is... Ciao! Adios! Amigos!